het is tegelijkertijd een verlichting, maar je begrijpt ook wat je te wachten staat en welke verantwoordelijkheden je hebt. Dus het is een beetje een gedeeld gevoel. What doet de Youth Ambassador? Nou, op de eerste plaats is het dus het werk van de CARICOM, de inzichten van jongeren daarbinnen, duidelijk maken aan de rest van de regio. Maar ook ervoor zorgen dat vanuit de regio duidelijk is voor jongeren wat hun rol is binnen de regionale integratie en regionale ontwikkeling. Ik denk dat heel hoog op de agenda gendergelijkheid, of eerder genderongelijkheid en gendergeweld staan. Eveneens klimaatverandering, onderwijs, dat zijn de domeinen waar ik me heel gauw op ga focussen. Inderdaad, moderne technologie is belangrijk voor de innovatie en daar identificeren we jongeren dus als de belangrijke actor in. Een van de belangrijkste. Ik denk dat we in de aanpak de inzichten, de informatie moeten brengen naar de belevingswereld van de jongeren. Daar moeten we meer aan doen. We moeten ervoor zorgen dat het behapbaar is, begrijpbaar, maar ook dat het evenredig en universeel is. Iedereen moet erin kunnen participeren. Ik denk dat dat is waar ik als CARICOM jeugdambassadeur voor sta. Dat die informatie voor iedereen toegankelijk is en dat ik die hand ook uitsteek naar alle jongeren in Suriname. En daarnaast de jongeren in de regio. Ik ben 17 jaar, daarmee de eerste minderjarige CARICOM jeugdambassadeur, de jongste ooit. Maar dat maakt niet dat de verantwoordelijkheden minder zijn. Ik kijk er volledig naar uit om de functie te bekleden. Nou, het proces was best goed. We hebben gesolliciteerd en zijn opgeroepen geworden. Er zijn ons een aantal vragen gesteld waarbij je puntenwaardering kon krijgen. Daarna hadden we een presentatie. We moesten onszelf presenteren voor de verschillende jeugdorganisaties in Suriname. De individuele jeugdorganisaties in Suriname. En toen hadden we de gelegenheid om binnen 5 minuten aan te geven wat we zullen doen en waarom wij gekozen moeten worden als CARICOM jeugdambassadeurs. En toen hadden de jeugdorganisaties de gelegenheid om op ons te stemmen. Dus dat is een heel goed proces en ja, heel interessant. Ja, nou, mijn affiniteit is met adolescenten gezondheid meer. Ik ben altijd gefocust op de gezondheid van jongeren, want daar begint het bij. We moeten ervoor zorgen dat jongeren gezond zijn, gezond leven. En dat gebeurt op verschillende gebieden. Mentale gezondheid, fysieke gezondheid, seksuele gezondheid. Maar ook het klimaat gezond houden is heel belangrijk. Dus aangeven dat we al bezig daarmee zijn en dat we het wil niet weer hoeven uit te vinden. En dat we nu echt naar implementatie moeten gaan van de verschillende strategieën die we hebben. En dat we echt eraan moeten werken om ervoor te zorgen dat als de jongeren gezond leven en gezonde wereld hebben. Nee, laat ik eerst beginnen om de twee nieuwe gekozen jeugdambassadeurs te feliciteren. V. King en Matthijs Samuel. Die zijn de twee nieuwe jeugdambassadeurs van Suriname. Die zijn gekozen en die zijn dan vandaag geïnstalleerd door de president. En ik denk dat er dan voor hun een nieuw termijn start. Wat van belang is om te weten is dat zij als jeugdambassadeurs ook een ondersteunende team hebben. Dat is een youth corps. En zij gaan de komende dagen hun korps samenstellen. Nadat zij dan hun korps hebben samengesteld, hebben we een traject van 3 maanden waarbij er trainingen verzorgd zullen worden. Dus naast het feit dat ze ook gaan werken, alvast met jongerenprogramma's en jongerenorganisaties, zal er ook een trainingstraject zijn waarbij we dan onze jeugdambassadeurs eigenlijk de basic tools geven om beter te kunnen participeren binnen het werkgebied waarvoor ze zijn gekozen. Oké, dus gaan ze naar het buitenland hiervoor? Nee, dus als CARICOM Youth Ambassador zal het altijd zo zijn dat er een afvaardiging plaats zal vinden waarbij zij gaan participeren in regionale seminars, workshops. Dat is weer een ander traject, maar ik heb het meer over intern in ons land zelf, dat zij samen met hun korpsen getraind zullen worden om in feite de basic tools te hebben om goed te kunnen participeren. Zoals u hebt gehoord eerder is er een CARICOM ambassadeursprogramma. En daarvoor moet je dus 2 mensen afvaardigen, een dame en een heer. En er zijn in de verschillende CARICOM-landen zijn er verschillende processen om dat te doen. Maar wij hebben dus dat gedaan middels een selectie, dus een sollicitatieprocedure. Waarbij alle jongeren in Suriname in de leeftijd van 17 tot 24 jaar konden meedoen. Was het 24? Ja. En de bedoeling was dus dat ze dus dan zouden aangeven wat ze wilden doen als ze CARICOM ambassadeur werden. Ze hebben een sollicitatie gedaan, hun cv's zijn bekeken, ze moesten aan een aantal vereisten voldoen, ze zijn geïnterviewd en daarna is er ook nog een ronde geweest voor verkiezingen, waarbij jongerenorganisaties in Suriname dus een keuze hebben gemaakt uit 4 geselecteerde kandidaten die als met de hoogste score dus kwamen uit de voorselectie. En Matthijs, Samuel en mevrouw Viking zijn dus door hun eigen peers gekozen als CARICOM jeugdambassadeurs. Ik
Okay. En om hoeveel organisaties ging dat precies, jeugdorganisaties? Wij hebben in de afgelopen periode hebben we dus een oproep geplaatst waarbij alle jongere organisaties in Suriname zich kunnen registreren bij het directoraat jeugdzaken. En we hebben ze allemaal uitgenodigd die bij ons zijn. En op de verkiezingen waren er 12. 12 zijn dus hebben meegedaan aan de verkiezing. Ze konden een vertegenwoordiger afvaardigen, één persoon, die dus dan de stem namens de organisatie zou uitbrengen. En op de verkiezingen waren er 12.